Jongen zeg, de kleine Robbe bestaat al 25 jaar en recentelijk is zijn 17e album uitgekomen, Iedereen ziet je. Dat is toch best knap voor een figuurtje wat eigenlijk als een soort, ja, zijprojectje is bedacht door de makers, namelijk Tome en Janri. Want de eerste keer dat er een kleinere variant van Robbedoes verscheen, en dan moet ik er even bij zeggen, je hebt de Robbedoes en je hebt de kleine Robbe. De kleine Robbe is niet de kleine broer van de grote Robbedoes. Nee, de kleine Robbe is de grote Robbedoes, maar toen hij nog kleiner was. Ja, snap je het nog een beetje? En het is allemaal hiermee begonnen. Robbedoes nummer 38. De jeugd van Robbedoes. Hierin maakten Tome en Janri een kort verhaal over hoe het zou zijn als Robbedoes een klein manneke was. Ja, nog op school zat met zijn vriendjes. Nou ja, goed, alle bekende personages, of in ieder geval een aantal uit de verhalen, die zaten daarin, ook als klein manneke. En ja, dat bleek toch wel een succes te zijn, want uiteindelijk is daar in 1990 het eerste deel gekomen van de serie De Kleine Robbe. En ook als je ziet even naar de layout, ja, die hebben ze nog steeds gehouden als, net als destijds de layout was van de Robbedoes albums. En de makers, Tome en Janri, Philip van der Velde en Jean-Richard Geurts, daar heb ik hele goede herinneringen aan, want ik ben natuurlijk een hele grote Robbedoes-fan. En Franquin is voor mij gewoon de meester, hè? Niet alleen qua Guust, maar ook qua Robbedoes. En nadat Franquin gestopt is, hebben er een aantal andere tekenaars en scenaristen dus de serie overgenomen. Die vond ik toch heel wat minder, niet zo geweldig. En toen kwamen daar in één keer Tome en Janri, die in één keer met een geweldig album terugkwamen en Robbedoes weer op de kaart zetten als een moderne, vlotte en stoere avonturier. En ze hebben een groot aantal albums gemaakt die ik gewoon ontzettend gaaf vind. De albums 33 tot en met 45. En ja, ik weet het, 46 is ook van hun hand, maar ja, dat vind ik dan toch weer even, dat is even een ander verhaal. Maar goed, in die tussentijd dus zijn zij ook begonnen met deze reeks, De Kleine Robbe. En het is niet een reeks waarvan ik echt zeg van, ik vond hem echt geweldig. Ik vond hem niet net zo leuk als De Grote Robbedoes, want De Kleine Robbe is eigenlijk een heel ander soort persoontje dan de grote Robbedoes. De grote Robbedoes is een vrijgezel, is een verstokte avonturier, staat altijd klaar voor zijn vrienden, terwijl de kleine Robbe is eigenlijk echt een klein pubertje die allerlei, ja, ongein uithaalt, kattenkwaad uithaalt natuurlijk, dat past er ook wel bij, en ook wel een tikkie over seks is, veel met meisjes bezig is en dat soort dingen. En ja, niet alle grappen vond ik allemaal even leuk, dus vandaar dat ik die reeks niet echt gevolgd heb. Ik heb er wel de nodige albums van gelezen, maar goed, we zijn nu 25 jaar verder en ik was toch eens even benieuwd van hoe gaat het nu met de kleine Robbe door middel van dit album. En ik heb toch wel genoten van dit album. Er zaten toch wel de nodige leuke grappen in, waardoor ik behoorlijk heb kunnen lachen. Nou, dat is natuurlijk belangrijk, want het is een humorstrip. Dus goed, wat dat betreft scoort dit album bij mij al de nodige punten. En is dit tot op heden wel de leukste kleine Robbe die ik gelezen heb. Een aantal leuke grappen, dat is een beetje het slapstick idee. Die vond ik erg goed, waarbij een van zijn docenten het slachtoffer is. Die heel vaak in allerlei grappen het slachtoffer is. Natuurlijk ook zaken met zijn familie. Deze vond ik gewoon ontzettend gaaf. Dit is een kerstgrap. Maar goed, hè? Even het idee. Die vond ik ontzettend leuk. Dus goed, dat soort dingen vind ik erg grappig. Er zitten twee wat langere verhalen in. Eentje dat is meer een beetje een soort psychedelische droom die de kleine Robbe heeft. En aan het eind van het verhaal dan kom je erachter hoe die aan die droom is gekomen. En dan snap je het een klein beetje. En dan wordt die ook een stuk leuker. In het begin is die een beetje vaag. En eentje die ik leuk vond, dat is een beetje aan het eind van het boek. Dit is niet echt een lang verhaal. Het zijn meer allerlei losse grappen, maar die wel allemaal met hetzelfde thema te maken hebben. Namelijk het feit dat de kleine Robbe graag groot wil zijn, van een van zijn vriendjes een drankje krijgt, daardoor dus groter wordt, daarachter komt dat eigenlijk helemaal niet zo leuk is en dingen moet doen die hij niet leuk vindt en graag weer klein wil zijn en daar alles aan doet om dat voor elkaar te krijgen. En die vond ik dan ook wel erg grappig. En dan zie je zo'n slungelige Robbedoes erbij. Nou, dat vond ik dan ook wel weer leuk gevonden. Dus op zich, ja, moet ik zeggen, dit album heb ik absoluut met plezier gelezen. Kijk, het tekenwerk, daar laat ik daar even heel duidelijk over zijn. Janri is voor mij gewoon een van de leukste tekenaars. Ik heb heel toevallig net een ander album binnengekregen, Het Kuiken. En
ook, als ik dan de tekenstijl zie, en ik had nog even niet geschakeld dat Jan Rieder van de tekenaar was, maar ik zag die tekenstijl en ik had echt zoiets van, hey, die stijl die komt mij zo bekend voor. Nou, dat is de stijl die ik in dit album zo leuk vind, maar dat is ook de stijl die ik in deze Robbedoes album zo goed vond. Dus wat dat betreft, qua tekenwerk, vind ik het absoluut fantastisch. Ja, de scenario's, de grappen die Tome bedenkt, ja, wisselend, maar van alle kleine Robbe-albums die ik gelezen heb, vind ik dit dan toch wel de leukste. Dus zelfs na 25 jaar is het nog steeds leuk om de kleine Robbe te lezen. Nou, goed, hij is te krijgen in de stripwinkel, dus ik zou zeggen, ga hem halen als het iets is wat je leuk vindt. Of als je het een keer uit wil proberen, dan kan ik deze zeker aanraden. En wie weet vind je de andere albums ook leuk. En laat mij zeker weten wat je ervan vond. In ieder geval wens ik je, mocht je hem gaan lezen, veel leesplezier. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.